We zagen je net bezig met een schaar. Wat heb je hier gedaan? Ik heb het lint doorgeknipt. Ik heb eerst een woordje gehouden. Ik heb het lint doorgeknipt voor de Jeu de Boule baan feitelijk en voor de koersbaalbaan. Hoe belangrijk zijn deze banen voor Adorp en voor de Stova? We zijn dus bezig om zoveel mogelijk ouderen in het Adorp bezig te houden met andere dingen. Het is natuurlijk altijd mooi dat als je wat bedenkt dat het ook uiteindelijk gaat lopen en dat daar mensen enthousiast voor zijn. Daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken, want ja, de mensen die altijd hier al zijn op vrijdag, die vinden het hartstikke leuk. Het is natuurlijk zonde als de mensen nu thuis zitten en die willen het wel, maar die weten er niet van. Dus in die zin hebben we gezegd van nou, dan moeten we daar rugbaarheid aan geven en moeten we bekend maken hier in Adorp dat dit er is en dat mensen hier gewoon gratis en kosteloos kunnen aansluiten. De banen die achter jou liggen, die liggen er fantastisch bij. Ja. Ben je daar blij mee? Ja, daar zijn vrijwilligers. Die zijn bijna elke woensdag. Dus vrijdag spelen ze. Woensdag is hier een groep. Daar ben ik dan ook wel bij. Die maakt hier de boel schoon en glad. Ook binnen en buiten. Dat doen we allemaal met vrijwilligerswerk.